Hoi, ik ben Rozemarie Koster. Ik ben ontwerper en vlogger. Allerliefst zijn ik vintage markten af op zoek naar schatten. Alles wat ik hier vind, ga ik thuis nog even updaten. En omdat dit zo leuk en makkelijk is, ga ik jullie laten zien hoe je dat zelf kan doen. Ik ga vandaag twee hele coole dingen maken. Iets waar ik zelf helemaal dol op ben, sweats en tees. Wat sowieso een megatrend op dit moment is, is artwork sweats met hele grote logo's en teksten. Ik ben er dol op. Ik heb er ook heel erg veel. Maar als je net ietsje origineler wil zijn en je eigen tekst wil hebben, ga ik vandaag laten zien hoe je dat zelf kan maken. Oké, hier heb ik dus heel erg zin in. Ik heb een t-shirt en een sweat gekocht. Op dat t-shirt ga ik met deze fluo roze textielverf heel klein op midden voor lettertjes stempelen. Ik ga dit t-shirt aantrekken en ik ga bepalen op welke hoogte ik dit tekstje wil hebben. Die trend die ik zo geweldig vind is dus heel klein in het midden en een beetje aan de lage kant. Maar het moet natuurlijk niet te laag, want dan lijkt het echt alsof het op een verkeerde plek is geplaatst. Dus ik knip even een stukje tape wat ik als onderlijn ga gebruiken. Ja, dan pak ik nog een stukje. Ja, dit is super. Dit is echt laag, maar niet debiel. Om nu zeker te weten dat deze letters mooi in het midden gecentreerd zijn, plaats ik ze alvast even zonder verf op de stof. En dan kijk ik even goed of die ook op deze manier in het midden zit. Ja. Dan heb ik even een goed frame. En dan kan ik beginnen met de eerste letter. Dit is lekker dun. Oké, dan kunnen we beginnen met de eerste letter. Heel spannend, want ik heb het al eerder gedaan met gewone inkt die bij die stempeltjes geleverd werd. Ik heb die stempeltjes van de Xenos. En dat is natuurlijk heel dun. En voor dit ben ik iets nerveuzer, omdat ik nog niet precies weet hoe dit uitpakt. Maar let's go. Doop hem gewoon een paar keer. Ik heb in ieder geval niet te veel inkt. Ja, het werkt. Oeh. Ik had last van mijn schouders. Oké, de volgende letter, de A. Het is zo cute, het is zo sympathiek, die lettertjes. Het komt doordat het met de hand is gedaan. Dit is mijn grootste zorg van vandaag, valt nu weg. Het ziet er zo tof uit, want het is bij sommige letters bijna een outline geworden. Omdat je die verf pakt wel op dat stempeltje, maar doordat ik hem erop duw, gaat hij weer een beetje naar de buitenkant. Oh, dit is zo mooi. Daar wil ik nog wel veel meer van maken. Oké, en nu moet het een paar uur drogen. Dus geduld. Oké, dat t-shirt is helemaal de bom. Deze wordt ook gaaf, want hier heb ik er gelukkig ervaring mee. Dus ik heb met deze tape bepaald op welke hoogte ze komen. Nu ga ik met het strijkijzer ze verhitten met een stukje stof ertussen. En dan zitten ze vast. Die letters zitten nu op de goede plek, maar die tape kan ik niet meestrijken, want het gaat smelten. En daarna mag ik niet meer bewegen. Hou ik mijn hand vast. Ik begin even met alle letters licht te verhitten. Dit gaat super. Dit wordt ook echt een hele gave. Dat wit op dat grijs is toch echt heerlijk. Ik denk dat ik nu ongeveer 3 minuten aan het strijken ben. En ik doe altijd even een extra minuutje voor de zekerheid. Kan bijna niet te lang. Maar op een gegeven moment moet je stoppen, want die lijm is dan zacht. Die heeft zich gehecht aan die sweat. Dus dan hoeft het niet langer. Maar ik zal even snel een kijkje nemen. Ja, ja, heel tof. Ja. Mooi. Even laten afkoelen. Oké, die is goed. Tadaa. Ik zou zeggen, do it yourself.